Valt nu natuurlijk alle aandacht voor Yuko Gavaguti en Alexander Smirnov. Tweede plek tot nu toe. Russische kampioenen, Gavaguti, Smirnov. En waar we net zeiden dat het andere Russische paar misschien wat flair mis. Nou, zij maken het goed.
Wat een expressie, hè? Wat een mooie keer, hè? We begonnen met Wals Sentimental en daarna kwam de Schöne Blauwe Donau voorbij. Donau uit de oude doos weliswaar, maar goed, goed gedaan. In een nieuw jasje gestoken. Ja, en zij dragen het. Nou, die kuur die stond als een huis. Dat kan Tamara Moskvina wel. Hun coach sinds jaren. Ja, en we gaan hopelijk na wat mooie slow-mo's de punten zien. En ik kan me bijna niet voorstellen dat zij niet naar de eerste plek zullen gaan. Ze hebben één foutje gemaakt. Die was de drievoudige Salsov geworpen sprong. Toen stapte ze hier uit de drievoudige toon op. Dat was de enige fout. Maar vooral in het begin, die elementen waren zo perfect op de muziek getimed. En hier de twistlift waar ik altijd kritiek op heb gehad, maar die is echt verbeterd. Van deze dubbelaksel in combinatie twee keer. Nog een geworpen drievoudige Rietberger. Aan het eind van de kuur waren ze een beetje op, ging de vaart eruit. Maar ze hebben het slim opgebouwd, want in het tweede deel deden ze dus en hier de geworpen Rietberger. En deden ze drie lifts achter elkaar. En ja, die elementen tellen 10% extra als je ze in het tweede deel van de kuur uitvoert. De sprongen en de lifts en de geworpen sprongen. Dus ze hebben het slim aangepakt, de moeilijkheidsgraad goed verdeeld over de kuur. Ja, dat zit hem voornamelijk in de kwaliteit van de uitvoering. Hè? Dus de inhoud verschilt niet heel veel met Mogortova, Trankov. Maar dat is eigenlijk een klasse beter in techniek, ja. En vooral ook de uitvoering. Ik denk voornamelijk in de uitvoering, in de components, denk ik dat het wel echt in zowel voor de schaatsvaardigheid als vooral de choreografie en interpretatie echt beter is dan Mogortova, Trankov. Dus Moskvina heeft het weer geflikt. Die heeft weer een toppaar in huis die voor de medailles gaat. Nou, ze is nu al aan het na-analyseren. Wat een prachtige paar, zegt ze. Nou, het wordt reuze spannend, want al die paar liggen dus heel dicht bij elkaar in die top 3. En... Oeh, maar niet meer. Nee. Wat een score. 139-23 voor de vrije kuur. 213.15 overall. Nou. Arme Duitsers. Ja, ik zou niet graag...